Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 27 augustus. Het wordt opnieuw een zeer warme zomerdag, tropisch warm zelfs in het grootste deel van het land, met temperaturen ruim boven de 30 graden. Vanochtend is het zo'n 23 tot 26 graden met veel zon en nauwelijks bewolking. Er staat ook weinig wind. De wind is zwak uit oostelijke richting, alleen aan zee waait vanmiddag een wind uit meer noordelijke richting en komt de wind vanaf het water. Het is dan wel zo'n 30 tot 33 graden, misschien op een enkel plek als 34 graden. Later vanmiddag en vanavond kan er lokaal een onweersbui vallen, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen blijven hoog, ook de minima voor komende nacht zijn hoog tussen de 15 en 20 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm in het binnenland. Alleen in de kustprovincies daar wordt het wat minder warm, rond de 27 graden. In de avond volgen er vanuit het zuidwesten stevige regen- en onweersbuien en wordt de hitte verdreven. Donderdag in de ochtend misschien nog een enkele bui, maar geleidelijk aan klaart het op en worden 22 tot 24 Graden, dat zijn ook de temperaturen voor vrijdag. En zaterdag kan het dan weer zomers warm worden met flink wat zon en droog weer. Mijn naam is Remo Glazen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.